Ondernemend gedrag houdt eigenlijk in dat je bepaalde vaardigheden leert. Dat je verschillende petten durft op te zetten. Iedere situatie vereist een andere pet. En als je die vaardigheden onder de knie hebt, dan wil het in ieder geval zeggen dat je het je een heel stuk verder kan brengen in het leven. Niet misschien direct een ondernemer zijn, maar je kan wel de stappen en de weg ernaartoe goed leren. De baangarantie voor studenten om aan de slag te gaan als ze klaar zijn bij het Albeda, durf ik niet precies te zeggen hoe groot die is, want er verandert enorm veel in de sector economie en ondernemen. We zien allemaal om ons heen dat de bedrijven verdwijnen, maar aan de andere kant proberen we daar juist op in te spelen samen met de bedrijven om te zorgen dat de studenten op een andere manier leren om met de economie en ondernemen en het werk in de winkels onder andere om te gaan. En op die manier vergroten we wel de kans op een baan. Maar ja, 100% zekerheid heb je niet, maar er verandert gewoon zo ontzettend veel. Dus de student moet ook op een andere manier leren denken. Nou, dat is denk ik wel de kracht van het Albeda, dat we daar heel erg mee bezig zijn. Nou, ik ben Boudewijn Brandwijk, 20 jaar. Ik studeer nu op het HBO, maar hiervoor heb ik op het Albeda gezeten. 3 jaar lang ondernemer detailhandel. Super gave opleiding en vanuit die opleiding heb ik ook mijn eigen kledingmerk opgezet, Base Clothing. Base Clothing is eigenlijk start uit het feit dat je op de opleiding ondernemer detailhandel een ondernemingsplan moet schrijven. Je bent druk bezig met eigenlijk ja, het eindproject van je opleiding en mij leek het heel tof om daar dan ja, een echt merk van te maken. Nou, wat Albeda voor mij betekent in mijn ontwikkeling is het feit dat op de middelbare school moest ik leren en op Albeda heb ik geleerd te ontwikkelen. Ik heb vaardigheden aangeleerd en vanuit die vaardigheden uiteindelijk de stap gemaakt om HBO te gaan doen, maar ook de stap gemaakt om mijn eigen onderneming te beginnen. Dus van het leren naar het ontwikkelen, dat is echt de stap die ik op Albeda gemaakt heb. De samenwerking met bedrijven en experts was fantastisch. De bedrijven en experts stonden open voor onze vragen en waren zelfs zo vrij om ons soms uit te nodigen. Daar zijn we een keer bij Picnic hoofdkantoor geweest hier in Rotterdam, zijn we in het distributiecentrum geweest. We zijn uitgenodigd bij het Venture Café. Alle ondernemers waren open om ons iets te leren. Maar ze wilden ook van ons leren, van onze vragen. Dus dat was een enorm toffe samenwerking. Nou, waarom ik studenten zou aanraden om voor het Albeda te kiezen, is omdat hier wordt gecoacht op ondernemend gedrag. Gekeken wordt naar je toekomst, dus hoe wil je ook verder naar je opleiding. En eigenlijk je ja, een stapje vooruit brengt.